Welkom, welkom bij de spelshow waarbij alles draait om internetfilmpjes. Guido. Hier zijn uw presentatoren, René en Sylvana. Yes. Sylvana, wow. René, man, heel wat een fantastische entree. Te gek, yes. Welkom bij Guido. De enige echte spelshow waarin we op zoek gaan naar de beste internetkenners. In 5 ronden gaat het hier natuurlijk om wie het meeste kudo's gaat halen en wie uiteindelijk in de finale de grote prijs mee naar huis neemt. Een Samsung UHD 4K 43 inch televisie. What? We hebben ook bij ons onze grote huisvriend en huis-DJ Chris Deluxe. I got the skills and you know it, baby. Die uitsluitend praat in soundbites, maar een geweldige vent is. Applaus voor Chris! En het wordt hoog tijd om jullie even aan de kijkers voor te stellen. Naast mij staan... Ik ben Maurits. Ik ben Rutger. En wij zijn de Dyslecticons. Wow! Ja! Hey, mannen, van waar deze naam? Nou, we zijn allebei zo dyslectisch als maar kan. Dus toen dacht ik van oké, laten we daar gewoon een teamnaam van maken. Hoe schrijf je dyslectisch? 3, zo'n ringel-esje. Ja, en dan 12. Ja, 12, Z, Q. Jullie zijn broers van elkaar? Klopt. Ja, klopt. Leuk, wie is leeftijdsverschil? Nee, totaal niet. Nee, hij is veel ouder. Dat zie je ook wel, denk ja. ik. Ik ben 33. Ja, en ik 16. Hoe hebben jullie je voorbereid? Heel goed. Ja, immens. Ja, heel veel dumpen kijken. Denk memes. Ja, ook. Ja, en ja, internet. Ik las hier op mijn blaadje ook nog... Maurits, zijn vriendin heeft een hele goede pipi. Nee, Maurits heeft een vriendin. Ja. En hij, Maurits heeft een hele goede pipi. Oh! Maar, ja. Jezus, maar ja, alles is uit. Het is uit. Dat is jammer. Mark. Ja, hij zat op mij. Dat is na 2,5 jaar is dat. Oh, sorry. Voorbij? Nee, maar niet uit. Dat ja. kan gebeuren. Hey, maar bedankt, man. Hey, ja. Ik ga naar huis. Oh, wat erg. Geef niks. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat gebeurt. Dames, dus als je maar kijkt. Ik heb wel een hele goede pipi. Ja, Maurits hier heeft een hele goede pipi. Hij studeert. Commercieel business management. Commercieel business management. In Utrecht. En heeft dus een hele goede pipi. Stuur je mails naar maurits@dumpert.nl en wij zetten een date-up op. Ja, nou, te gek, jongens. Team Dyslexicons. Yay! Rechts van mij staat een heel mooi team en zij heten, hoe heet jullie? De Vegetariërs. De Vegetariërs, ja! Ja, en ik heb te maken met Laura en Marieke. Wie is Laura en wie is Marieke? Ik ben Laura. En ik ben Marieke. En wij kennen elkaar van onze studie, tandheelkunde. Dat doen we inmiddels al 6 jaar, dus we kennen elkaar 6 jaar lang. Van waar de naam Vegetariërs? Nou ja, we zijn dus Ariërs. Ik bedoel, kijk naar ons. Ja. Blond haar, blauwe ogen. Ja, ja, ja. Ja, zij is ook nog veganistisch. Ja, ik heb hier staan namelijk... Laura, die vergelijkt zichzelf met een Duitser die te hard lacht om Joden en Hitler grappen. Ja, leg uit. Dat is ook wel waar. Nou ja, gewoon zeg maar... Wij zijn als voorbereiding trouwens ook de archieven ingegaan en alle dumpen treden. Nou ja, ik vind echt die Hitler grapjes het briljantste. Ja. Daar ga ik dan het meest om stuk. Ja. Ja. Zodra je Auschwitz hoort, is het gewoon gelijk... Ja, dat moet lachen. Dat gaat zo. En ik heb over Marieke nog staan dat jij 2 keer dumpen treden kijkt. Ja, klopt. Ja, ik vind het namelijk zo leuk. Ik kijk altijd woensdag als ik 's nachts terugkom van het stappen na mijn dispuutsavond. Dan ga ik in bed liggen en dan kijk ik nog even Dumpert Reten. Maar vaak ja, red ik het toch niet om het helemaal af te kijken en val ik al in een dronken slaap. En dan de volgende dag denk ik, oh leuk, ik ga Dumpert Reten kijken. En dan kijk ik het gewoon nog een keer. Ja, dus dronken en nuchter. Man of vrouw. Veel succes ook aan de Vegetariërs. Yes! De autistenronde. We gaan jullie 5 video's laten zien. En jullie moeten goed opletten op de obscure details, want daar komen er vragen over. Als de video is geweest, krijgen jullie 10 seconden om je antwoord op het whiteboard op te schrijven. En na 10 seconden kun je je bordje omdraaien. Per goed antwoord is er 1 kudo te verdienen. Gaat alles goed? Ja, Dyslecticons? Ja, chill man. En nou wil ik de grap ook weten. Nou, dat je, we alles moeten opschrijven. Ja, oh dus ja. Dat ja. wordt leuk. Hebben we voor hen misschien een grotere dat whiteboard? Dat is echt chill. Oh, popjes. Nee, zo erg is het helemaal niet. Helemaal, nee. We zijn niet analfabeet. Video 1. Pia nu aan wat loopt daar een pelikaan. Dit was natuurlijk rapper Shores. En de vraag is, hoeveel vrachtwagens stonden er achter de pelikaan?
draaide bordjes maar om. En het juiste antwoord was 6. We gaan door naar de tweede video. Hey Henny, hoe is het? Ik heet geen Henny, godverdomme, ze kut mijn rol. Hoe heet je dan? Jan. Jan. Welk verkeersbord was als allereerst te zien? Ja. Je gaat de andere kant op naar de rotonde, hè? Je mag het ook schrijven. Draai de bordjes maar om. Een blauw fietsbord. Het juiste antwoord was inderdaad een fietsbord. Yes! Ja! Laten we gauw doorgaan naar de derde video. Motherfucker, fuck the fucking world and my new band is called Syskill. Met welke voet zet hij af terwijl hij springt? Of wanneer hij springt? Nee, dat doe ik niet meer. 50-50. Is dit te lezen? Wat staat hier? Nee. Rechts staat daar. Ja. Daar staat rechts. En jullie hebben? Jullie hebben links. Het juiste antwoord was links. Yes. Ja. De vierde video. Hallo. Tata. Waar? Tata. Tegen Tata. Tata. Alleen maar Tata. Tata. Ja, Tata. Vaaf Tata. Ga liggen Tata. Vol Tata. Ah, Tata. Ga liggen. Tata. 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 Waar was dit feestje? Dit zeker? Ja. Nee. Nee. Draai de bordjes maar om. In Dessel. Dat is correct en dat is heel leuk, maar niet goed. Jammer. De laatste video alweer van de autistenronde. Let goed op. Nee, dit vind ik echt heel vies. En hoeveel festivalbandjes heeft het kotsmeisje om haar pols? Weet jullie het al zeker? Helemaal gewoon 100% zeker? 10 seconden niet eens nodig? Draai maar om dan. Dit zijn allebei helemaal goede antwoorden. Gefeliciteerd. Want het juiste antwoord was inderdaad 2. We gaan kijken wat de tussenstand is. En dat doen we bij onze geweldige jury, Nick. En de geweldige tussenstand van de eerste ronde is Dyslexicons 4 en de Vegetariërs 1. Hey! Yes. Ja. Maar er kan nog van alles gebeuren, want er zijn nog 3 rondes te gaan. 4. 4. 3. We hebben al 1 gehad. Ja, nog 4. We doen er 5. We gaan naar de tweede ronde en dat is charades. Haha, woordgrap. In deze ronde krijgt ieder teamlid zometeen op de laptop een echte Dumpert-klassieker te zien. Als je die klassieker hebt gekeken, ga je daarna weer terug naar je team en ga je in 30 seconden deze video uitbeelden. Wordt dit binnen de 30 seconden geraden, dan krijg je 2 kudo's. Wordt het niet geraden, dan gaat de beurt naar het andere team en die mag ook nog 1 poging doen. Er zijn in totaal 8 kudo's te maken. Klopt, correct. Bedankt Sylvana, rekenwonder. Het zijn trouwens, dat zei ik net ook, het zijn niet alleen klassiekers. Het kan iedere video zijn. Maurits, je mag hier lekker tussenin gaan staan. En op het moment dat de muziek start, mag jij beginnen met uitbeelden. Je hebt 30 seconden tijd 2 kudo's te verdienen. Yes. Oké, ja. Ik ga mijn best doen. Kan jij. Oh, ja, helemaal. Niet draadje. Sorry, nee, nee. Tom steekt het vuurwerkje af. Wie mag ik uitnodigen om als eerste de video te gaan bekijken? Ja, ik ga dan. Ga door, blijf bewegingen maken. Doe het nog een keer. Je mag ondertussen raden. Oh ja, dus die man met die hete pan die dan zo... Nee, kut. Oh ja, iemand heeft een plakbandje of een stuk tape hier. En die moeder loopt daar zo tegenaan en die zegt, ah, kutzooi. Keur hem goed, ja zeker wel, ja.
We waren vooral nog even op zoek naar de... Ah, kutzooi! Rutger, ben jij klaar om een video te gaan bekijken? Jazeker. Ja, je mag naar de laptop. Voor of achterlangs? Wat je het lekkerst vindt. Ja. Ja, kind. Ja. Spreek wat woorden uit. Ja, ik mag je wel praten? Nee, jij niet. Oké. Okay. Ja, kind, kikker, eend, kikker, kikkerdans. De kikkerdans? Ja, kik... Helaas. Helaas. Maurits, je mag nog één keer officieel raden. Ja, ik heb echt geen idee, werkelijk. Nee. Ik weet het echt niet. Nee. Dan vragen we het aan de dames. Jij had een idee net. Dus... Misschien vuurwerkje afgestoken. Nee. 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 Wel leuk bedacht. Het was deze video. De volgende die een video mag gaan bekijken is Marieke. Je bent blij ergens mee? Heel veel toeschouwers die blij zijn ergens mee? Je bent een klein meisje? Andere move. Jullie mogen nog wel één keer officieel raden. Nee, echt geen idee. Team Dyslexicons. Zo'n grote vuurbal, jongen. Nee. Is het een wave? Dit was de video waar we naar op zoek zijn. Had ik kunnen weten? Oh. Ja, 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 ja. Ja. Ja, kind is heerser heet deze video. Zou jullie als Ariërs toch aan moeten spreken? Op zich. Ja, eigenlijk wel. Zeker. Ja. We zullen onze kinderen zo opvoeden. Ja. Heel goed. Zo, dit was alweer de tweede ronde. Supergoed gedaan. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Nick, wat is de tussenstand? Eén hele Wilco voor de dyslexicons en een halve Wilco voor de vegetariërs. Namelijk 6-3. Ja. Hoe gaat het vandaag met jou? Waar ik me aan erger is als mensen de skills niet respecteren. Helder. De Chris Deluxe ronde. In deze ronde gaan we luisteren naar een mix van de enige echte Chris Deluxe. Hij heeft hele bekende en minder bekende dumpert soundbites gemixt door een track van 30 seconden. De vraag is, wie van de teams herkent er het meest? Wat jullie gaan doen is tegen elkaar opbieden. Dus jullie zeggen, ik ken er 4. En jullie zeggen, ik kan er wel 5 noemen en 6. Of je zegt van nee, laat hun maar gaan of laat hun maar gaan. Het punt is, je kunt maar liefst 3 kudo's verdienen. Maar als je het niet haalt, het nummer wat je gezegd hebt, dan gaan die 3 kudo's naar het andere team. Dus het is niet geheel zonder risico. Is het helder? Ja. Ja. Zijn jullie klaar om te luisteren? Ja. Dan zeg ik Chris, zet hem maar aan. Dat is mijn merk. Dit is niet mijn winkel, vriend. Och nee, toch niet. Dit kaartje erbij. Hey, jullie kunnen mij net privé. Hoeveel denken jullie er te kunnen reproduceren? Wij denken 8. Ja, echt? Ja. Oké, gaan jullie daar overheen? Dat zijn ze allemaal, toch? Begrijp ik? Nee. Oké. Dat kan niet. Een halve minuut. Okay, ja. Succes. 5 euro. En bier? Ja, net pindakaas gegeten. Dat is mijn merk. Nitraatje erbij. Nog 3 te gaan. Shit. Ja. Ik hoef niet te tanken, schat, daar. Oh ja, ons favoriet. Ja. Nee. De tijd dringt. Shit. Hopeloze zelfoverschatting. Maar ik vind het wel zeer goed geprobeerd en 6 is op zich heel knap. Dat betekent dat de kudo's naar de dyslecticons gaan. Ja. En omdat het gewoon ook super vet gemaakt is, gaan we het nog 1 keer beluisteren. En dan kunnen we nog even goed opletten welke jullie nou gemist hebben en welke jullie goed hadden. Op je 5 euro. Ja. Op je muil, hou. Bier. Ja.
Heel mooi gedaan. Bedankt weer. Chris Deluxe. Yes. Ja, heel vet. Jury, lieve Nick, wat is inmiddels de tussenstand? De vegetariërs hebben 3 kudo's, maar de dyslexicons hebben er 9. 9 kudo's. Wow, lekker jongen. Ja, het begint nu toch wel... Het moet nu wel gaan gebeuren, dames. Ja, ja. We voelen wel een beetje de druk inderdaad. We gaan door naar de 4e ronde. In deze ronde krijgen jullie allemaal cryptische hints voorgeschoteld. En aan de hand van deze hints mogen jullie raden over welke Dumpert-legende René en ik het hebben. Jullie krijgen in totaal 6 hints. Als je bij de eerste hint het antwoord al weet, zijn er 6 kudo's te verdienen. Dit loopt af. Heb je 2 hints nodig, zijn het er 5. 3 hints, 4, etc. Heb je het fout, mag je de volgende hint geen antwoord geven. Jullie hebben ook allebei een eigen geluidje op de knop. En die gaan we eerst even laten horen. Druk even op de knop. Niet toeteren! Dat is jullie geluid. Dus zodra we horen niet toeteren, weten we dat de dyslecticons het gaan zeggen. En jullie geluid... Nice. Nice. Er zijn dus behoorlijk wat kudo's te halen, vooral voor jullie meiden. Jullie kunnen gewoon weer aan kop komen te staan. Dus ik zou zeggen, doe je best, zet hem op en luister goed naar de hints die wij gaan geven over deze enige echte Dumpert-legendes. De eerste persoon, we gaan beginnen aan de cryptische hints. De eerste hint, Sylvana. Ja, in de originele video gaat het interview over muziekgenres. Nog wel heel cryptisch, hè? De echte naam van deze persoon is Denise. Denise. De derde hint. Deze persoon komt uit Rusland. Gaan er al belletjes rinkelen? Nee? Voor 3 kudo's. Er zijn veel videofucks van deze video gemaakt. Jullie gaan dadelijk zeggen, oh. We gaan nog spelen voor 2 kudo's. In de videofucks wordt alleen de ondertiteling aangepast. Kut. Ja, die toeteren! Om wie gaat het? Dit is, op het begin, hij wordt geïnterviewd en je verstaat er niks van. En dan verandert zijn blik en dan begint hij te dansen als zo'n Russische persoon. Ja. Ik kan hem niet uitleggen, ik weet niet hoe de video heet. Jawel, Yuri? Nee. Het fout! Is, het is in ieder geval, het is een Russische naam. Deze man, hè. Ja. Man, de jury is onverbiddelijk. Die heeft ook de controle over de knoppen. Dan gaan we naar de laatste hint. Deze persoon kan bijzonder goed dansen. Dan moet het wel Dimitri zijn. Ja! Je hebt wel heel veel hints uitgespeeld, dus jullie krijgen maar 1 kudo. Maar goed, wie het kleine niet eert, is de grote niet weerd. Gaan we alweer naar de tweede hints. Deze persoon is helaas overleden. Je zou kunnen gokken voor 6 kudo's. Het is een acteur, de tweede hint, in verschillende films. Die doet eruit! Wat een no money, meneer. Hé, goed, ja hoor. Yes, 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 girl. Hou. To pay here for. You old man, you ask no money. De tussenstand, dames en heren, is 14 punten voor de dyslexicons en een magere 4 voor de vegetariërs. Oh, oh, oh. Meiden, maar er kan nog steeds van alles gebeuren. Er zijn nog 30 kudo's te verdienen in de finale. Ja, in deze ronde testen we in 2 minuten jullie Dumpert-kennis. We gaan zometeen een hele rits vragen aan jullie stellen. En als je het antwoord weet, mag je op de knop drukken. Per goed antwoord verdien je 2 kudo's. Is het antwoord fout, dan verlies je 1 kudo. Het gaat eigenlijk 2 minuten lang door. Ik zou zoveel mogelijk rammen als je het weet in ieder geval. Want vooral voor jullie dames, dan is er nog een kans om te winnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, yes. Handen aan de knoppen. En dan gaat de tijd lopen als de muziek gaat lopen. Wat is de echte titel van het Dumpert Anthem? Ja, dat is het. Rosie Polka. Van welke quote kennen we barman Jolke? Die toeteren! Lekker, 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 lekker. Correct. Wat is de volledige naam van de maker van Lucky TV? Sander van der Pavert. Correct. Hoe heten de makers van Nichtrijders?
Die doet eruit! Massamovies. Klopt. Wat zei de knul tegen Giel bij het glazen huis die bij Tim Hofman staat? Die doet eruit! Boodschap, hoe is mogelijk gek? Correct. Maak de zin af. Op je muil. Ah! Gauw. Helemaal goed. Tegen welk kledingstuk tikte de hoofdrolspeler in... Zijn jasje. Heel goed. Wat was het merk en type van de auto die Jeroen in de fik stak? Volgens mij is het een Twingo. Helemaal half goed. Een Twingo is een... Renault. Helemaal goed. Perfect. Wat wil het Friese jongetje hebben voor Sint... Die doet eruit! Een Xbox. En FIFA 18. Ja. Helemaal goed. Correct. Wat probeert de knul in zijn kont te stoppen als zijn moeder zijn WoW-account kent? Die doet eruit! Zijn afstandsbediening. Correct. Sneller, ja. Maak de zin af. What? No money. Die doet eruit! Hier, sukkerkok. Correct. Hoe heet de Duitse leraar uit Roentvoet? Heidrich. Correct. Wat is de vrijmibo op Dumpert? Die doet eruit! Dat is van vroeger en dat stond op mijn borstel op. Vroeger? Jury? Correct. Fout. Waar is de Dumper TV aflevering met Hartwell opgenomen? Nee. Dumpert filmt je werkplek? Ja. Ibiza. Ja, zijn we door de tijd heen? Ja, we zijn door de tijd heen. Yes. Ik hoorde geen muziek meer, dus ik dacht we zijn door de tijd heen. Het scheelde maar een seconde of twee. Goed, dat was spannend. Dat ging nek aan nek. Ja, veel goede antwoorden. Hoe zou het zijn met de stand? Ja, dames en heren, ik wou zeggen dat het spannend was, maar dat was het totaal niet. De vegetariërs hebben 14 kudo's en de dyslexicons zijn er overheen gewalst met 25 kudo's. Yes! Yes! En dat betekent dat we deze mannen weer terug gaan zien naar de halve finale. Wauw! Nou, helaas, dat is niet waar, want volgende week gaan wij naar Oktoberfest toe. Dus we kunnen niet, dus jullie zijn door. Ja. Wow! Plot twist! Ja, dit wisten wij ook niet. Nou, hè? Ja. Deze wilde ik heel graag hebben. Ja, jullie krijgen wel dan mee. Wacht even. Ja. Dit hebben jullie niet van tevoren verteld. Nee. Maar jullie wilden gewoon wel heel graag mee. Ja. En we wilden heel graag winnen. Maar we wilden jullie. Eigenlijk was het bij ons win-win. Dus als we hadden verloren, dan hadden jullie gewonnen. En dan was het prima. En als we hadden gewonnen, dan wilden jullie. En jullie zijn gewoon leuke dames. En ik merk dat jullie heel graag verder willen. Ja. Nou, dames, toch door. Ja, heel verrassend. Heel leuk. Ja. Dit was alweer de tweede aflevering van Kudo. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ja, en tot volgende week. Bedankt, Chris. Ja.